Celine heeft haar surprise af. Wat doet Spider-Man erin? Hoi mensen, ik heb Celine opgehaald. En Rie. Waar was jij nou? Bij de kindjes. Rio heeft op de opvang een cadeautje gehad. Openmaken. Voor Sinterklaas doen we eerst de cadeautjes. Kom, doe maar openmaken. Doe maar openmaken, Rie. Kun je niet helpen? Wat is dat? Wat is dat? Paw Patrol! Het is een puzzel, Rie. Rio, vind je mooi? Mijn moeder heeft 2 adventskalenders gekocht in Duitsland. Welke van Paw Patrol. Eerst die. En hier zit elke dag een boekje in. En hier zitten... Niet zeggen. Nee, dan wordt het wel wild. Lekker. Dat is niet lekker, hè, wat ze doet. Henry, Iel, hè, met haar mond. Is die open? En Rio, het is de bedoeling dat je elke dag eentje openmaakt. Eentje gaan we openmaken. Ja. Doe maar, kijk, Rio. Doe is maar. Natuurlijk niet te doen. Voor deze openmaken. Doe maar deze openmaken. Doe maar deze pakken. Dat werkt natuurlijk nee, niet. Nee, nee, nee. Oh, ik moet hier een Duits zijn. Dat is waar. Mama. Ja, wil je boekje lezen? Ga maar voorlezen. Oh, echt? Oh, kijk. Cheese. Mascheroen met de vuurwagen. Uit naar oben. Volgende. Rie, weet je wat daarin zit? Ja. Kijk dan naar mama. Chocola. Ga jij een chocolaatje eten? Maar, Rio, gaan we kijken. Doe maar deze open. Gaan wij nog vertellen wat jij hebt gedaan toen jij voor het eerst kennismaking had gemaakt met een adventskalender? Wat is dat, Rie? Chocolaatje. Kijken. Wat is dat? Wat is het? Chocola. Is het lekker? Cola. Celina heeft dus de allereerste keer dat zij een adventskalender had, heeft zij het eerste vakje opengemaakt. En toen daarna is ze heel sneaky naar de andere kamer gegaan. En dan vond ik haar. Ik dacht, wat is het stil? Wat is het stil? En toen vond ik haar met alle vakjes open. Wij gaan zo Celina's surprise laten zien. Die staat daar. En echt, ze is toch weer zo creatief geweest. Ze heeft zo de best gedaan. Het is echt een mooie surprise geworden. Dus die gaan we even laten zien. Welkom bij je nieuwe vlog. Pff, dat zeggen wij nooit. Celine heeft haar surprise af. Zeg eerst even, het is voor een meisje uit je klas, Nisa. Ja. En wat had zij als hobby gegeven? Zij had als hobby had zij shoppen gezet. En als cadeautjes had zij knuffel en een stressbal. Oké, en wat heb jij gedaan? Winkel, Nisa. Hier, kijk dan. Nou, je kan. Het is niet per se kijkdoos. Nee, want het is ook erg donker in de winkel natuurlijk. En dan maak je hem open. Tada. Dan heb je als eerst hier de Louis Vuitton collection. Celine heeft van mijn zusje een Chanel tasje en een Louis Vuitton doosje gehad. Dit is van... Gemaakt, dit bankje is gemaakt van een sjaal. Een Chanel sjaal. En nee, ook Gucci, maar het was geen echte. Gucci. En hier ook gordijntjes. En ik heb dit. Pashokje. Dit stoeltje heb ik zelf opgespoten. Deze heb ik zelf opgespoten. Oh ja, hier is de spiegel van de winkel. De spiegel. Dit zijn echt al mijn oude Barbie schoenen. Dit waren je favoriet. Ja, echt waar. En dit zijn al, hier heb ik echt allemaal mee gespeeld. Spice Girls. Ja. Spice Girls Barbie. Mijn moeder gooit echt letterlijk niks weg. Ze heeft een vloer in de doos gemaakt. Ja, ik heb echt
behang gezet. Oh ja, echt behang op de muren. Een spiegel gemaakt van een lijstje en folie. Oh. Hier is een tasjeswand. Let niet op die kapotte. Oh ja, had ik niet gezien. Hier is iemand die aan het werk is. Hier zit dit vastgelijmd. Hier, hij is ook vastgelijmd. Kassa zit. Maar hier zit een cadeautje. Dat is. Hier dit, ja. Zit een cadeautje in. En ze moeten het hier pakken. En dan zit hier ook iets in. En. Ze moet heel het bankje verrot maken. Ja, dat is met dubbel zijn geplakt, want geplakt. En dan moet je het zo eraf halen. Mm, en, dan daar... en dan daaronder zit een knuffeltje. Drie cadeautjes. Van maar 5 euro. Ik heb oorbellen van de Primark, want die vond ze mooi. Oh ja, kijk. Hier zo zit een stressbal in. En dan zit hier nog een doosje met Chanel en dan open. Ik vind het erg creatief, dus niet? Nou goed zoeken. Ja, goed zoeken voor de cadeaus, maar ik vind het hartstikke leuk. Heel goed gedaan, Nien. Echt waar. Hoi meisjes, ik dacht, ik moet toch mijn haar doen. Dus ik ga gewoon even een haartutorial voor jullie doen, een nieuwe. En dan ook met andere producten, want eigenlijk ja, gebruik ik in de jaren altijd Kinky Curly. Sorry als wij hier dus even een kleine terror hebben lopen. Ik heb tot nu toe altijd de Kinky Curly producten gebruikt en daar ben ik nog steeds heel tevreden over. Maar eigenlijk sinds corona is het super moeilijk te krijgen. Ik heb toen aan mijn oom in Amerika gevraagd of hij ze voor mij wou bestellen en naar mij toe wou sturen. Dat heeft hij gedaan. Rio is ondertussen met een hamer bezig. Dat heeft hij gedaan. Alleen die zijn nu alweer bijna op. Ja. Dus ik wil eigenlijk op zoek gaan naar een ander haarproduct. Wat is dat? Laat mij zien wat je daar hebt. Laat mij zien. Gaan we het zien? Oh, jouw neus is vies. Kom hier. Laat mij zien. Dan moet je hem hier houden. Oh, Action. Wat doet Spider-Man 3? Terug naar mijn verhaal. Ik wil gewoon graag een product die ik gewoon in Nederland kan bestellen, die de volgende dag in huis is. Dat is gewoon graag wat ik wil. Dus ik ga op zoek naar een nieuw haarproduct. In ieder geval, nou heb ik heel veel haarproducten thuis, dus ik dacht, laat me die even proberen. Laten we eerst even beginnen met het nat maken sowieso van mijn haar. Dit is echt voor iedereen die krullend haar heeft een must, een mistspray. Echt waar. Je haar moet dus wel heel nat zijn. Ik had deze nog liggen. Dat heb ik eigenlijk nooit gebruikt, of tenminste misschien één keertje, maar niet goed. Oké, ik heb Rie even enigszins afgeleid. Wat ik belangrijk vind aan een haarproduct is dat het je haar zeg maar uitkambaar maakt. Dus dat je klitten minder snel. Dat heb ik met Kinky Curly echt heel erg. Als ik dat in mijn haar doe, kan ik er bijna meteen zo doorheen. Ik moet zeggen, dit is wel wat stroever. Maar op zich vind ik het niet gek. Ik vind het niet gek. Wat ik sowieso echt altijd gebruik is na de leave-in toch een custard of een soort gel. Toch even een extra hol te geven. En daar ga ik dus deze. Deze heb ik wel vaker gebruikt, maar nog nooit in combinatie met hoe ik hem nu gebruik. Dus ik ben benieuwd. Deel gedaan. Zo ga ik even verder mijn hele haar doen en dan ben ik zo weer terug. Oké, ik heb dus heel mijn haar nu gedaan. Ik moet zeggen dat het wel een beetje stroefjes aanvoelt. Dat is bij mijn haar niet per se top.
Dus we moeten even kijken als ik het nu droog maak. Als je wel eens een hair tutorial van mij hebt gekeken, weet je dat ik altijd de Dyson föhn gebruik. Die laat ik ook altijd zien. Maar ik ben me ervan bewust dat niet iedereen de financiële mogelijkheden heeft om in zo'n dure föhn te investeren. Dus ik dacht, laat mij eens een keer een budgetversie proberen. Ik hoor sowieso heel veel goeds over de Chi Lava. Die is ook al een stuk goedkoper. Die heeft Kelly van Fix Curls ook aan mij aanbevolen en aan een vriendin. En die is daar heel blij mee. Maar als dat nou ook nog een beetje te hoog budget is. Ik heb deze föhn gevonden bij de Mediamarkt. Ik ga hem gewoon even proberen. Ik weet niet of het wat is. Hij is echt super goedkoop. Hij is volgens mij echt rond de 23 euro. Dus dat is natuurlijk een hartstikke fijne prijs als die werkt. Ik weet het niet. Ik ga deze föhn gewoon proberen. Ik ben benieuwd. Sowieso in de winter hou ik er absoluut niet van dat mijn haar nat is als ik naar buiten ga. Dus ik ga het even proberen en ik hoop dat hij goed is. Oké. Dit is het resultaat. Ik zal eens even kijken hoe lang ik erover heb gedaan. Kijk, ik heb een stopwatch gezet. Ik heb 15 minuten over gedaan om het zo droog te krijgen. En ik moet zeggen dat het nog niet helemaal droog is. Vooral aan de achterkant. Maar dat vind ik nooit zo'n heel groot probleem. Als het middendeel maar droog is. Dan heb ik hier aan de voorkant is het bij mij altijd een stuk meer kroes. Maar op zich, ik moet zeggen, mijn haar voelt ook helemaal niet meer stroef aan. Dus ik vind het echt wel een goed alternatief. Het kost me iets meer tijd, maar ik vind het wel op zich wel goed. Ja, ik ben niet boos. Oké, dan gebruik ik mijn all-time favorite Eco Gel. Ik gebruik ook echt alleen deze. En dat is de Black Castor Oil. Deze vind ik gewoon het fijnste. Eco Gel moet je niet in nat haar doen, want dan krijg je allemaal stukjes. Ik gebruik redelijk wel wat gel. Bij dit stuk heb ik er gewoon letterlijk zo overheen. Dan pak ik het een beetje door. Dan gaan we naar de volgende kant. Ja, ik vind best wel dat mijn haar mooi zit hoor. Oké. Nou jongens. Ik vind hem niet slecht. Ik vind hem helemaal niet slecht, de föhn. Ik vind mijn haar best wel mooi zitten. Het is natuurlijk dus aan de achterkant nog een beetje nat. Maar dat is helemaal niet zo erg. Mijn haar voelt ook gewoon lekker zacht aan. Totaal niet stroef nu. Dus ik ben benieuwd. Aangezien ik in december elke dag upload, kan ik jullie ook helemaal op de hoogte houden. Hoe lang deze haarproducten bij elkaar goed zitten bij mij. Dus dat ga ik ook zeker doen. Ik ga gewoon elke dag even zeggen hoe het zit. Of het nog mooi zit. Of het nog goed aanvoelt. Of het snel in de klit is. En dan hoop ik dat ik jullie een beetje heb geholpen met deze haartutorial. Er komen nog zoveel leuke video's aan. Celine heeft weer AliExpress hoesjes besteld. We hebben allemaal challenges die we gaan doen. Onze nieuwe Efteling serie begint ook dit weekend. Het wordt echt heel leuk, alle video's. Dus blijf vooral elke dag om 5 uur kijken. Dan zie ik jullie morgen. Doei! The smell of your hair.